in de maand november helemaal geen. Ja. Hoe is het ook die aan jou? Jij denkt alleen maar die aan jou. Ik heb helemaal geen kip gekocht. Ik had ook geen kip in de vriezer. Wat heb ik? Ik heb volgens mij helemaal geen kip klaargemaakt. Ik had wel een pakje flerken. Ja, dat is wel kip, maar ik bedoel van, ik ben gewend, ik koop misschien per maand twee of drie hele kippen, soms vier. En dan dat verdeel ik over de hele maand. En dat is eigenlijk al genoeg, soms te veel zelfs. Maar ik heb in de maand november helemaal geen hele kippen gekocht. Ik had alleen een pakje flerken gekocht en er was een pond soepvlees. Maar dat alleen. Dus ja, we hebben vis gehad, we hebben veel vis gehad de afgelopen tijden. En natuurlijk zijn we dankbaar. En we vinden het ook lekker. Dus ja, we hebben zo een beetje kunnen bezuinigen op kippenvlees. Toch door? Yes. Dan kunnen we in plaats van kip misschien een beetje rund kopen. Niet veel, want rund is ook veel duurder. Maar ja, het is gelukt. November is al voorbij. Ja, dus we zullen zien als we in de maand december ook geen kip gaan kopen. Yes? Yes. Oké. Tot later. Ciao. Die honeydew is voor Noor en voor mij. We gaan zo eentje delen. Deze is voor papa. En original. Yes. Oh. Ja, want ik ga niet zomaar drie kopen. Want soms kan deze dame hier niet op. Het is dus vermorgen. Dus we gaan het gewoon delen. Zo, so, we hebben dat vlees al gehaald. Ja. Yeah. En gaan we hem ontdooien en gelijk inleggen. Kijk niet naar mijn bak hoor. Want ik heb afwasmiddel gekocht afgelopen. Wanneer was het? Dinsdag nog. En ik was woensdag niet naar het werk gegaan. Ik heb dus vanaf die dinsdag heb ik die... Jerry can
Het afwasmiddel in de auto gelaten. Maar ze zijn helemaal niet gevallen. Dus die jerrycans zijn helemaal niet gevallen. Ik heb ze toevallig in de auto gelaten. Ik was ook vergeten. En vanmorgen maakte ik die autobak open. En ik zag dat een heel stukje hier alleen maar afwasmiddel had. Dus I was like, oh, wat is er gebeurd? Ik denk dat die jerrycan een gat heeft of een scheur heeft ergens. Ik weet het niet, want hier was er zeep. Hier was er zeep. Dus ik heb dat heel ding weggehaald. Kijk, die hele vlek hier. Er is alleen maar, kijk. Alleen maar zeep. Lize maakt het schoon. Dus, ik heb hem eerst hierin gezet. En hij lekt nog. Want hier is er helemaal geen zeep. En dus, ik heb een hele, ik weet niet hoeveel milliliter hier is, verloren eigenlijk aan afwasmiddel. Nou ja. Het is voor John. Voor John? Ja, Fanta. Zo'n grote box. Ja, hoor. Is het box of niet? Box of niet? Ja, dank je wel. Dat is snel. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wat is voor de kip? Nog één dag, nog 2 dagen. Opa, kan je dit? Oh, dank je. Volgens mij was dit ook van jou. En ik heb dit. Samen. Oh, ja, dat ik heb ook patat. Ik heb ook patat. En brood. En brood. Ik heb brood. Jij moet eten. Oma moet nog groeien. Ik heb de hele dag niet gegeten. Ik heb 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 niet gegeten. Oma moet eten. Opa wil hem. Er is ook brood hier. Ja, dat is een brood. Ik heb wel een brood. Ja. Oké, zo begin met die jongen. Nou, dan begin met die jongen. Dus nog meer zitten. Oh. Klaas. Nee, nee, nee. Zo. Ik zou net zeggen, wat heb je dingen gevonden? Ik heb mijn suri. Je hebt je suri gevonden. Ik heb mijn suri. Oh, mijn suri gevonden. Lekker? Noor zit op school, dus ik zit op school.
voor 1 uur weer op Lelydorp te zijn om haar af te halen. Dus ja, ik zie wel wat ik allemaal zal kopen en waar ik ze zal kopen. En dan zien jullie dat straks. Yes, ik hoop niet dat er echt een geweldige file zal zijn. Want we nog wind morgen voor een zo vroeg een foto. In Avila. En niet meer gewend. Maar ja. Tot zo. Hi. Ciao. Zo. Het is 9:15. Er was geen file. Of heel weinig file. Ik ben voor Sweetheart. Ze zijn al open. Ik dacht dat ze pas om 9 uur open zouden gaan, maar gelukkig zijn ze al open. Maar ik wil even koffie drinken. En mijn koffie is nog heet. Straks hoor. Het is te hot. Yes, we gaan even in. Of ik dan. Ik ga even in Sweetheart. Yes, ciao. Yes, ik kom af van Sweetheart. Ik heb nog wat leuke spulletjes gehaald voor haar. En het is toevallig al verpakt. Dus ik kan nu niet weten wat erin zit als ze jarig is. Dan zal ik vloggen. Maar twee verpakkingen hier, eentje hier. Yes. Dus is het niet zo goed getaped. Je gaat beter tapen. Maar ik moet deze dingen bewaren dan in de auto. Dus als ik er van school ga halen, moet ze niet naar achteren kijken. Anders gaat ze het zien. Maar goed. Ga nog kijken wat ik nog meer kan vinden. Yes. Ciao. In steps in de stad. Ik heb al een paar spullen gevonden van muur. Dus nu kijk ik als ik hier iets hier leuks kan vinden. Okay. Het is mooi voor school in de regen. Vooral het zo roze is. Kijk. Zo, ik kom net van steps. Ik heb toch een soort poets of laars voor Noor gevonden. Voor wanneer het regen weer is en ze naar school moet, kan ze het aantrekken. Ik hoop dat het er past. Ik ben eigenlijk klaar. Het is genoeg voor vandaag. En het is pas over 10. Ik ga dan nu richting dorp, Lelydorp. En dan ga ik weer wat inkopen doen. Dus in de winkel zelf. En dan check ik hoe laat het is. Ga ik toch weer naar huis. Dan ga ik die spullen thuis bewaren. En als het nog voor 1 uur lukt, dan ga ik er halen van school. Zonder die spullen in de auto. Yes, ciao! Zo, ik ben in Hongko. Een paar spullen kopen.
Olie. Oh ja, de spaghetti van Noor. Waar is dat? Is achterop. Nee. Oké. Zo, ik zet voor Hongfu. Ik heb een koop al gedaan. Ik eet even wat kip, chicken strips, chicken popcorn van gisteravond. En ik drink koffie. Ik was daarnet zo boos bij de kassa. Ik heb een hekel eraan wanneer ik bij de kassa sta om te betalen. Dan staat iemand vlak achter me, alsof die persoon tot in mijn reet wil gaan. Ik ben nog niet eens klaar met betalen en die vrouw, ze steekt haar hele neus in mijn rug, als het ware, zodat zij ook kan betalen. Ik bedoel, wacht rustig op je beurt. Ik ben toch nog niet aan de beurt? Zo lastig, ik hoor niet ervan. Ik maak dan een opmerking van Toch, die vrouw heeft het niet door. Hinderlijk. Maar ja, ik ben klaar. Het is nu over 11. We gaan naar huis. De spullen snel bewaren. En dan op de tijd wachten om Noor van school te halen. Ik moet nog koken. Oh, ik heb al vis gebakken. Kom maar, zeg ik. Ja, alleen vis gebakken. En tomatensaus klaarmaken. Yes. Dat was dat. Ciao.